Gesink, die zich kennelijk opgewassen voelt tegen zijn tegenstander Koga, geeft hier een mooie demonstratie van zijn technisch kunnen. Helfde en eerste beenworp. Weer een elfde, dan volgt hij naar de grond, maar eindigt buiten de mat. Nog een beenworp. De positie wordt gunstig voor de tiende heupworp. Nog eens proberen. En dan gaat Koga onherroepelijk naar de mat.